merken, labels, bedrijfs- en paraplu-logo's. Bij een bezoek aan de supermarkt kom je er ongemerkt wel honderden tegen. Ze zijn er om de consument te helpen bij het maken van een duurzamere en gezondere keuze. Maar hoe maak je nou zo'n keuze als er meer dan 100 verschillende keurmerken zijn? Consumenten die gebruiken ongeveer een halve seconde om een keuze te maken voor een schap. Dus je wil eigenlijk als consument, zeker als bewuste consument, denk ik één logo hebben waarin je zegt dit product is oké. Milieu Centraal analyseerde alle voedingskeurmerken en stelde in opdracht van de overheid een top 10 lijst op. In onze keurmerkenwijzer maken we het verschil tussen keurmerken en bedrijfslogo's, waarbij keurmerken echt onafhankelijk zijn en iedereen die aan de criteria voldoet, kan zich erbij aansluiten. En bedrijfslogo's, die zijn echt voor een bedrijf zelf en kunnen ook partijen van buiten zich niet bij aansluiten. En daarnaast heb je nog paraplu-logo's. Dat zijn logo's die zich eigenlijk baseren op keurmerken. Maar dat geeft soms wel wat verwarring voor consumenten, want ze denken, betekent dit logootje nu, wat gewoon eigenlijk een merknaam is, betekent dit nu dat dit keurmerk Fairtrade is of beter leven voor een dier biedt? Dat kun je eigenlijk niet weten, dat kun je alleen weten doordat er een keurmerk op staat. Ja, labels, logo's en keurmerken. Is dat niet enorm verwarrend? Ja, voor de consument is het heel verwarrend dat er zoveel plaatjes zijn. En je ziet ook dat er steeds meer bedrijfslogo's bij komen, omdat steeds meer bedrijven toch duurzaamheidsprogramma's hebben. Dat is aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant kan dat wel verwarring opleveren voor de consument. Dus wij zouden eigenlijk zeggen van, ja, sluit je het liefst aan bij een topkeurmerk als bedrijf. En het liefst zouden wij zien dat de onderkant van die keurmerken die niet goed gecontroleerd zijn of die niet ambitieus zijn, dat die zouden verdwijnen. Ja, helaas, tot op dit moment zien we dat nog te weinig gebeuren. Een van de topkeurmerken is On The Way To Planet Proof. Groentefabrikant Hak is aanjager geweest en nu aangesloten bij het keurmerk. In landbouw, in gewassen heb je vandaag of niets, of je hebt biologisch. Nou, en ongeveer 3,5% van het Nederlands areaal wordt biologisch geteeld en op 97% nog niet. Nou, het is dus heel lastig om van regulier naar biologisch te gaan. Voor groenten kost het een teler ook 2 jaar dat hij overgaat van het een naar het ander. Dus hij maakt al de kosten, maar hij kan het nog niet claimen. Dus er zitten best wel een hoop risico's voor de teler aan. Ook omdat die gewasbestrijding worden met name gebruikt om ziektes en om schimmels tegen te gaan. Dus op het moment dat je dat niet meer doet en je moet ook nog 2 jaar wachten, dan loop je gewoon een groot bedrijfseconomisch risico. De grote stap voorwaarts is nu eigenlijk van regulier naar On The Way To Planet Proof, omdat je daar eigenlijk misschien wat kleinere stap dan met biologisch, maar veel meer volume in één keer kan halen. Dus On The Way To Planet Proof is nu ongeveer ook al 40% van het Nederlandse landbouwareaal zit ook op Planet Proof. En dat komt van 0,5-10%. Dus je pakt daar, het is een kleinere stap op een veel grotere schaal. Maar het is niet een einddoel. Ik denk daarna dat je ook verder moet. En daarom is het ook wel goed dat je biologisch als een soort streven wat op dit moment het hoogst haalbare is. En On The Way To Planet Proof is op dit moment de meest realistische en goede en grote stap vooruit. Hoe het landschap van keurmerken er de komende jaren uit zal zien, is volgens de experts in ieder geval met een stuk minder. Het liefst met 1 keurmerk, waar producten scoren op duurzaamheid en gezondheid. Voor alleen gezondheid bestaat er al zo'n keurmerk, Nutri-Score, maar dat is nog niet verplicht. Een integraal keurmerk bestaat als het gaat om gezondheid. We zijn in Nederland bezig met Nutri-Score. En wat je daar heel goed ziet, is dat we bezig zijn om al die elementen van gezond eten, zoet, zout, vet, noem ik maar even nu simpel, om die in samenhang te toetsen en daar normen voor te hebben. En dat geeft een integraal beeld over gezondheid. En die normen, die verzin ik niet als bedrijf, die worden verzonnen, bedacht, onderzocht door wetenschappers internationaal. Zodat het ook breed toepasbaar is, maar het zijn objectieve normen, wetenschappelijk vastgesteld en niet door mij. En die worden ook gecontroleerd. Dus het gaat over meerdere elementen, zoet, zout, vet. Het wordt extern bepaald en het wordt extern gecontroleerd en door de tijd worden ze bijgesteld. Dus dat gezondheidslogo Nutri-Score, dat is een prachtig voorbeeld hoe het ook kan voor duurzaamheid. En hoe zou zo'n duurzaamheidskeurmerk in de praktijk werken? Graag zouden wij ook voor duurzaamheid zien dat er normen zijn die ik kan hanteren in mijn inkoopproces. Zodat ook de leveranciers en hun leveranciers allemaal weten
wat de productspecificaties zijn waar je uiteindelijk met elkaar ook de handel op gaat drijven. En waarvan je ook met elkaar kunt zeggen, dan weten we dat dierenwelzijn klopt, dat klimaat klopt, dat eerlijke arbeid klopt, water, noem maar op. Zo'n keurmerk voor duurzaamheid en gezondheid zou volgens onderzoeker Jaap Seidel ook een goed idee zijn. Al gaat hij nog een stap verder. Het liefste zou ik eigenlijk ook zien dat je bijvoorbeeld winkels hebt of kantines of bedrijfsrestaurants of waar dan ook waar je voedsel koopt. Waarvan je weet, alles wat ik hier koop, dat voldoet aan dat keurmerk. Dan hoef je namelijk ook niet per product te gaan kijken. Hè, want stel je voor, je loopt in een supermarkt en dan heb je, ik heb het wel eens geturfd, 400 soorten verschillende sauzen of soepen of jams of wat dan ook. En je wil weten of dit nou duurzaam en gezond is, dan moet je dus eigenlijk die hele rij af. En dat is natuurlijk eigenlijk veel te veel werk. Ik vind eigenlijk dat de overheid die keurmerken verplicht moet stellen. He, dat je niet hebt dat je voor een schap staat en je moet kiezen, maar dat de helft van die producenten niet meedoet. He, dan weet je het nog niet. Dan kan het wel heel erg duurzaam zijn en gezond zijn, maar omdat ze niet meedoen, is het toch weer geen eerlijke keuze. En dat, ik zou zeggen, maak een onafhankelijke afzender met criteria die transparant zijn, met een duidelijk afgesproken logo waar je op kunt letten, wat ook gebruikt wordt voor het aanbod van voedsel en de prijs en de marketing. En waarbij je dan ook weet dat je als consument gewoon de goede keuze maakt. En dat fabrikanten eigenlijk dan allemaal verplicht zijn om dat keurmerk te voeren. En net zoals we dat hebben met wasmachines. Alle wasmachines hebben zo'n eco-keurmerk. Alle auto's hebben tegenwoordig ook een keurmerk. En dat is niet, het ene automerk doet het wel en het andere niet. En de ene wasmachine staat wel of een andere en de andere wasmachine niet een eco-keurmerk op. Ze hebben het gewoon allemaal. En dat zou je eigenlijk voor voedsel ook willen. Ja.